Welkom in de bespreking van de tiende tekst van het derde boek van Alzo sprak Zarathustra. En de tekst heeft de titel over de drie kwaden. U kan op mijn website een schema vinden, een tekening vinden, die heel wat gaat verduidelijken, want het is zo dat Zarathustra na zijn thuiskomst in de grot een visioen heeft, een droomvisioen heeft. Een visioen dat uiteindelijk zal eindigen op een heel positieve manier. Het is bijna een apocalyptisch visioen. Dat zal eindigen in de verwachting van de grote middag. Denk aan het uur bij het Johannesevangelie, de grote middag die een heel belangrijke rol ook speelt in Zarathustra. Een soort van moment waar dat er iets heel beslissend gaat gebeuren. En in caso van de Zarathustra is de kans heel groot dat dit natuurlijk te maken gaat hebben met de komst van de Übermensch. Of met Zarathustra die de Übermensch op zich ook zal belichamen. Maar dat is natuurlijk een evolutie waar Zarathustra nog een stuk deelachtig aan gaat zijn en op dit ogenblik nog niet 100% duidelijk is. Nu, deze tekst analyseert in die droom drie kwaden. En het is belangrijk dat u meekijkt naar de tekening. De drie kwaden die geanalyseerd gaan worden zijn wellust, heerszucht en zelfzucht. Nu, dat gaat gebeuren op basis van zeer poëtische elementen. Dus het zijn zeer krachtige poëtische beelden die gaan gebruikt worden. En het is interessant om de tekst gewoon zelf ook goed te lezen, want die beelden die doen van alle dingen aanvoelen. Het gaat hier over een geloof op basis van dingen die je aanvoelt. Nu, je kan je de vraag stellen als Zarathustra op zich een kritiek is van het christendom of op het christendom, waarom Nietzsche niet zou gebruik hebben gemaakt van de zeven hoofdzonden en daar gewoon drie kwaden van gemaakt heeft, hè? Dus je kan die twee tegenover elkaar plaatsen, die zeven hoofdzonden en die drie kwaden. En je zal daar zeker en vast overeenkomst in kunnen vinden. Maar het is niet zo dat Nietzsche al die hoofdzonden heeft gebruikt of daar geanalyseerd heeft of daar iets tegenover geplaatst heeft. Hij heeft drie kwaden genomen. Het is wel zo, als je gaat kijken naar die poëtische omschrijvingen, dat de kans zeer groot is dat er in die omschrijvingen ook wel autobiografische elementen zitten. Dus er wordt op een bepaald moment ook gesproken over de relatie tussen man en vrouw. Ja, en we zijn nog niet zo lang verwijderd van bijvoorbeeld die fantastische foto met Paul Ree, waar Nietzsche en Paul Ree twee trekpaarden zijn met een kar, met daarop Zarathustra. Lou Salomé, die met een zweepje eigenlijk de twee heren tot de orde roept. En u weet natuurlijk dat Nietzsche zelf een zeer turbulente relatie heeft gehad met Lou Andrea Salomé, en dat zien er natuurlijk ook na. Nu, waarom is de tekening belangrijk? Wel, omdat een droom zich afspeelt binnen een bepaald decor. En in Zarathustra is het decor ongelooflijk belangrijk. Het is zelfs zo dat het decor kan aanzien worden als een soort van extra personage. Nu, de filosofie van Hegel bijvoorbeeld zal daar ook de nadruk op leggen als u de fenomenologie van de geest zal lezen. Dan zal u zien dat het bewustzijn ook gevormd wordt vanuit een interactie met de omgeving. Een omgeving die zelfs op een bepaald moment het object doet transformeren naar een subject. Dus bijvoorbeeld, om dat met een zeer eenvoudig voorbeeld te illustreren, als mensen op vakantie gaan en zeggen, dan zijn we er eens tussenuit, hè, dan kan je natuurlijk de vraag stellen, wat bedoelen ze daar dan effectief ook mee? Dat betekent dat het huis waar ze graag wonen, de job die ze graag doen, de mensen die ze graag zien, heel dat gegeven, in één dynamisch gegeven, weegt op een bepaald moment door, hè. De interactie met iets nieuws, met ergens op vakantie gaan, nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe dingen doen, blijkt echt wel zeer belangrijk te zijn. Dus het decor is een personage dat we moeten bekijken als een waardig personage. Dus als u gaat kijken naar de tekening, dan zal u zien dat de tekst zich afspeelt op een voorgebergte. Zarathustra staat op het voorgebergte, op een landtong. En die landtong die bevindt zich aan gene zijde van de wereld. Dus vanuit een soort van vogelperspectief bekijkt Zarathustra de wereld en hij heeft de wereld in een weegschaal geplaatst. En als een soort van goddelijk figuur zal hij die wereld gaan wegen. Dat idee van wegen is in Alzo sprak Zarathustra ontzettend, ontzettend belangrijk. Omwille van het feit dat de christelijke God, waar Nietzsche heel graag tegen fulmineert en waar Zarathustra een zeer zware kritiek op zou zijn, wel, die christelijke God is nihilistisch, is zwaar, is verabsoluterend, drukt mensen naar beneden.
En u zal zien dat in de volgende tekst komt een van de belangrijkste vijanden van Zarathustra naar voren, namelijk de geest van de zwaarte. Dus de vraag zal zijn, als die wereld weegt, gaat die zodanig zwaar wegen in de negatieve zin van het woord, dat die eigenlijk het leven onmogelijk maakt, dat die uitkomt in iets nihilistisch. Hè? Dus Zarathustra zal als een soort van goddelijke figuur een oordeel gaan moeten vellen over die wereld en heeft die wereld in een weegschaal gelegd. Maar er is hoop, want zoals ik er juist gezegd heb, de tekst eindigt met het visioen van de grote middag die zal komen, de middag waarop de ubermensch natuurlijk een belangrijke rol zal spelen. Nu, dat voorgebergte, ja, dat zit aan de rand van de zee en daar wordt al iets heel interessants naar voren geschoven, want die zee zal u zien dat dat een zeer turbulente zee is met hoge golven die inbeukt op het land. En die zee heeft natuurlijk op zich al een heel symbolische betekenis van een belangrijke oerkracht die, ja, waar je moet mee dealen in het leven, waar je moet mee omgaan. Hè. Dingen die als een tsunami op u afkomen en jij staat op die landtong. Denk aan het idee van het sublieme. Dus de ongelooflijke kracht die op u afkomt, de enorme, het enorme natuurgeweld. Maar je ziet toch wel op een bepaald moment nog veilig. Want je staat op die landtong, je ziet die ongelooflijke kracht op je afkomen, maar je bent op dat moment nog veilig genoeg. Nu, interessant is dat de tekst ook zegt dat de zee vergelijkbaar is met een hondenmonster dat ik lief heb. Dus Zarathustra noemt de zee een hondenmonster dat ik lief heb. Herinner u in de tekst van de afvallige, twee teksten geleden, voor Zarathustra naar zijn grot ging? Ja, dan bevond Zarathustra zich in de stad de Bonte Koe en die stad werd ook omschreven als een stad die hij lief heeft. Dus ondanks het feit dat de zee iets is waar je kunt in verdrinken, die je op een of andere manier kan volledig opslokken, toch wordt er gesproken over een zee die ik lief heb. Het heeft natuurlijk te maken met het hele gedachte van de amor fati, van het houden van het leven, van het omhelzen van het leven zoals het zich aandient. En als de zee bijvoorbeeld staat voor de dood, zoals dat in de Bijbel heel vaak is, ja, dan zal Zarathustra natuurlijk ook wel pleiten voor een omhelzen van het leven waarin de dood een onafscheidelijk of gewoonweg een essentieel gegeven is. Hè? De dood behoort tot het leven. En dus het leven omhelzen betekent dan ook natuurlijk die zee of die dood mee omhelzen. Ik verwijs ook heel graag even naar de tekst van de dolle mens die je kan terugvinden in de Vrolijke Wetenschap. U weet wel, de dolle mens die op het marktplein staat en die de dood van God bespreekt. En op een bepaald moment zal de dolle mens uitkijken over de horizon en de vraag stellen van wat gebeurt daar eigenlijk aan die horizon nu dat God dood is. Nu, het woord horizon komt van het Grieks horizo en betekent de toekomst. Dus met andere woorden, wat gaat de toekomst ons brengen? Gaat de wereld zodanig zwaar zijn dat het in een volledig nihilisme gaat vervallen? Of gaat er iets zijn zoals de grote middag? En inderdaad, de tekst eindigt met dat hoopvolle visioen van die grote middag. Ik wil u nog wijzen op een aantal belangrijke dingen. Zarathustra zal spreken over een schip dat eigenlijk niet kan bestaan. Dus in die droom wordt Zarathustra eigenlijk gekoppeld aan, ja, het avontuurlijke leven van de scheepvaarder, maar op een schip dat niet kan bestaan, omdat dat voor de helft bestaat uit schip en de andere helft is een wervelwind. Nu, dat is wel interessant om eens over na te denken, want er zijn twee gegevens. Hè? Dus het avontuurlijke van het schip, dat wijst op het dynamische, op datgene dat vernieuwend kan zijn, op het ontdekken van nieuwe zaken. Alles wat dat christelijke gegeven niet doet, dat statisch, dat is gemimifieerd, dat drukt u naar de grond, dat gaat u niet als een lichtvoetige danser doen bewegen. En Zarathustra zal dat beeld van die lichtvoetige danser ook in deze tekst gaan gebruiken. Hè? Dus met andere woorden, als Zarathustra zich onder het scheepsvolk bevindt, ja, dan voelt hij zich thuis. Ja, dat is een heel belangrijk gegeven dat je meepakt. Maar die wervelwind op zich is natuurlijk ook belangrijk, want dat is zeker een voorbeeld van iets dat dynamisch is,
bij uitstek en iets dat eigenlijk ook past in het kader van het sublieme, omdat het tegelijkertijd een ongelooflijke natuurkracht is. Als je het ziet op je afkomen, dat is bij wijze van spreken een Dionysische kracht, hè? En toch tegelijkertijd is het iets dat een onderdeel is van het leven, iets dat tremendum et fascinans is. Dus dat is het eerste punt dat ik even wil meegeven. Hij koppelt daar ook nog twee andere zaken aan, namelijk die, laten we zeggen, dat schip half wervelwind. Daar plaatst hij de vergelijking met een vlinder die zo fladdert van bloemetje naar bloemetje, maar tegelijkertijd met een valk die als een soort van roofdier op zoek gaat naar een prooi. Dus hij analyseert de drie grootste kwaden die er zijn volgens hem, de wellust, de heerszucht en de zelfzucht. Goed, dat zal hij zo dadelijk in de tekst gaan doen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat hij heel dankbaar is voor de droom die hij heeft. Dus op een bepaald moment in de tekst zal Zarathustra zeggen, oh, wat ben ik dankbaar voor het feit dat ik deze droom heb kunnen beleven. Dat is een belangrijk gegeven, want zelfs wanneer de heilige Zarathustra een kritiek is op het christendom, dan is het natuurlijk interessant om te zien dat in het christendom de notie van dankbaarheid ongelooflijk belangrijk is. Die speelt heel veel, een heel belangrijke rol in het leven van de gelovige mens. Drie beelden worden nog gebruikt om de wereld te omschrijven die door Zarathustra wordt gewogen. En het eerste beeld is dat van een rijpe gouden appel. Het tweede beeld is van een boom die hem eigenlijk lokt op de een of andere manier. En dat zijn misschien dingen die, ja, nogal ruw zijn. Want er is een verhaal in Alzo sprak Zarathustra van een herder, die in slaap gevallen is onder een boom. En op dat moment komt er een slang uit die boom. En die herder is aan het snurken. En die slang nestelt zich in de mond van die herder. En de herder dreigt te verstikken. Ja. En dat kan geïnterpreteerd worden als een beeld van ja, het feit dat die herder de werkelijkheid niet meer echt aankan, dat die verstikkend is. Maar tegelijkertijd wordt die wereld ook in een derde visioen hier omschreven als iets dat met graciele handen als een schrijn wordt overhandigd. Dus die beelden van kwetsbaarheid ten opzichte van hardheid, van stoerheid, van avontuurlijkheid, al die beelden die mengt Nietzsche in een zeer poëtisch discours. Ik wil nog even meegeven dat de analyse van zo'n droomvisioenen, dat eigenlijk wel filosofisch heel interessant is. Je kan daar echt wel een weg mee gaan. Veel meer dan dat er in zo'n video wordt gedaan, maar die kan natuurlijk de tekst voor u voorlezen. Maar het is interessant om zo eens een visioen eruit te kiezen en eens na te denken, wat zegt dat visioen aan mij? Want dat is een heel belangrijke rol die voor u als lezer weggelegd is. Is dat u aan de slag gaat natuurlijk met die beelden die Nietzsche naar voren schuift bij monden van Zarathustra. En het is zeer gevaarlijk om al die beelden kapot te praten. Ik zal dus deze al redelijk lange tekst niet volledig voorlezen. Het lijkt mij interessanter dat u de tekst zelf uit het boek leest. Maar ik zal natuurlijk wel een aantal voorbeelden geven van visioenen die gebruikt worden om die drie grote kwaden te beschrijven. Ik stel voor dat we even gaan kijken, maar misschien moet ik nog één ding meegeven. Het is namelijk zo dat de tekst een aantal kantelpunten heeft. Dus het eerste deel van de tekst, daarin wordt het decor beschreven. En dat zijn al de dingen die ik er juist verteld heb. Het feit dat Zarathustra op die landtong staat, dat die zee er is, dat schip er is, enzovoort, enzovoort. Dat is een eerste deel van de tekst. Maar dan komt er een tweede, en dat is een klein stukje, maar toch volgens mij een heel belangrijk stukje, waarin Zarathustra drie vragen stelt. En het stellen van die drie vragen is de overgang naar de analyse van die drie grote kwaden. En ik zal die vragen even voorlezen. De eerste vraag is, over welke brug gaat het nu naar het later? Eerste vraag. Tweede vraag, onder welke dwang worstelt het hoge zich naar het lage? Derde, wat beveelt het hoogste om nog verder omhoog te groeien? Dat zijn zeer pertinente vragen en die zouden misschien wel kunnen bepaalde beelden oproepen. Stel, de eerste vraag is, welke brug verbindt het nu met het later? Als u zich de scène herinnert uit de proloog, waar Zarathustra naar de stad de Bonte Koe gaat en eigenlijk
een optreden bijwoont van een koorddanser die tussen twee torens zich gaat bewegen. Ja, die twee torens die kunnen bekeken worden als het nu en het later, dus de stap naar de toekomst. En de koorddanser is dan natuurlijk op dat moment het heden. Ja, en misschien is die koorddanser wel onderweg naar het statuut van de Übermensch. Of is dat degene die ons verwijst naar het feit dat het pad dat je moet doormaken om naar die Übermensch te komen, dat dat wel een gevaarlijk pad is. En dan gebeurt het uiteraard dat uit een van die twee torens komt de nar. Die springt over de koorddanser en de koorddanser stort naar beneden. Tweede vraag, onder welke dwang worstelt het hoge zich naar het lage? Denk eraan, de koorddanser wordt door Zarathustra geprezen omwille van zijn moed. En Zarathustra zal de koorddanser op een bepaald moment gaan begraven als hij neergestort is naar beneden op het marktplein. Hij zal hem prijzen omwille van het feit dat hem zijn missie, dat hij geworden is wie hij eigenlijk moest zijn in het leven. Een tweede vraag is dus, hoe komt het dat die koorddanser naar beneden valt? En als u naar de proloog gaat kijken, dan zal Zarathustra op een bepaald moment zeggen, wat is eigenlijk de mens dat zelfs een nar het einde kan zijn van het bestaan van die mens? Dat moet u doen denken, want mensen kunnen ongelooflijke dingen doen, een prachtig rijk opgebouwd leven hebben, maar een dwaas feit in dat leven kan het einde betekenen van dat leven. Een dwaas verkeersongeval, maar ook in een oorlog, een kogel die mensen raakt, die op geen enkele manier een analyse maakt van die persoon die ik nu ga treffen. Is dat iemand die een rijk gevuld leven heeft? Is dat iemand die heel veel betekent voor iemand anders of wat dan ook? Die analyse wordt niet gemaakt in een ongeval of in een moord of in een oorlog of wat dan ook. Dus wat is de kracht die destructief genoeg kan zijn om de hogere mens naar beneden te doen vallen? En met de hogere mens, en dat is een heel belangrijk gegeven in het boek, ja, verwijst Zarathustra eigenlijk naar de momenten in je leven waarop je die hogere mens belichaamt. Hè? Want Zarathustra zal dus leren, met vallen en opstaan, dat het statuut van de Übermensch een beetje vergelijkbaar zal zijn met het statuut van een profeet. Je bent niet elke moment van je leven Übermensch. Je bent dat in bepaalde omstandigheden, vanuit een bepaalde dynamiek, maar op andere momenten niet. Net zoals profeten profeet zijn, op een bepaald moment in hun leven en op andere momenten niet. En wat beveelt het hoogste om nog verder omhoog te groeien? Welke kracht zorgt ervoor dat mensen die gevorderd zijn in hun leven op welk gebied dan ook, toch nog proberen voor zichzelf de lat hoger te leggen en zich te vervolmaken? Misschien zit daarin nu juist de kracht om te ontsnappen aan het nihilisme. Want het nihilisme is hetgeen dat naar beneden drukt, terwijl het ontsnappen aan het nihilisme is die dynamiek om vooruit te gaan, om niet gemummifieerd te geraken, een beeld dat Nietzsche heel vaak gebruikt. Dus die drie vragen zullen de drie vragen zijn die een kantelpunt zijn. En dan komen die analyses van die drie grootste kwaden. Maar zoals gezegd, ik ga de tekst niet helemaal kunnen voorlezen, maar ik stel voor dat we toch een deel ervan gaan bekijken, zodanig dat ik ook een keer kan wijzen op die eventuele autobiografische aspecten. Trouwens, de tekst is onderverdeeld in, als ik me niet vergis, twee delen. Maar zoals ik al zei, ik kan ook een driedeling maken, maar er zijn twee delen door Nietzsche zelf aangebracht. Over de drie kwaden. In mijn droom, in mijn laatste ochtenddroom, stond ik vandaag op een voorgebergte. Aan gene zijde van de wereld, ik hield een weegschaal in mijn hand en woog de wereld. Helaas kwam het morgenrood voor mij te vroeg. Jaloers gloeide het mij wakker. Jaloers is het altijd op de gloed van mijn ochtenddromen. Met andere woorden, Zarathustra ziet in de droom wel waar hij naartoe wil, maar in de feiten zelf is hij er nog niet. Want het ochtendgloren waar hij letterlijk in leeft, dus ontwaken aan de grot, is jaloers op het ochtendgloren dat zich in de droom voltrekt.
Meetbaar voor wie tijd heeft, weegbaar voor een goede weger, bevliegbaar voor sterke vleugels, ondoorgrondbaar voor goddelijke notenkrakers, zo zag mijn droom de wereld. Ik raad u aan om eens de opening te lezen van het boek Ezekiel uit het Oude Testament. Daar heb je ook een openingsvisioen, het roepingsvisioen van de profeet Ezekiel, waar een heel specifieke strijdwagen door de lucht zich gaat verplaatsen. En ik heb er straks ook het belang van het decor bekeken. Dus die openingsvisionen zijn ongelooflijk mooi en krachtig. Hè? En het is zelfs een uitdaging om die te tekenen, want ik heb hier een tekening gemaakt, u vindt ze op mijn website. Maar natuurlijk, bij Ezekiel is dat ook nog een serieuze uitdaging om heel dat decor te kunnen tekenen. Soms is dat zelfs perspectivisch en kan je dat niet allemaal op één ding voorstellen, één blad voorstellen. Mijn droom. Een koele zeiler, half schip, half wervelwind, zwijgzaam als vlinders, ongeduldig als edelvalken. Waar haalde hij vandaag toch het geduld en de tijd vandaan om de wereld te wegen? Dat op zich is een interessante vraag. Waar haalt die droom de tijd en het geduld om die weging van de wereld te kunnen doen? Er zijn mensen die zich geen vragen stellen. Is dat verkeerd? Dat is een andere zaak. Hè? Maar waar halen mensen de tijd, de moed, de kracht om stil te staan bij de wereld? Niet alleen de aarde, maar de wereld ook de tijd die ze hebben. Want de wereld komt van het idee van tijd van de mens. Waar halen mensen dat vandaan om dat toch te kunnen doen? Wat drijft hen om die analyse te maken, zelfs wanneer dat niet eindigt in een grote middag? Want de droom eindigt hier positief, maar ik kan de vraag stellen natuurlijk of dat altijd zo is. Dus het gaat over die droom die vergeleken wordt, excuseer met het schip. Was de droom soms heimelijk toegesproken door mijn wijsheid? Mijn lachende, wakkere dagwijsheid, die spot met alle oneindige werelden, want zij spreekt waar kracht is, overwint ook het getal dat heeft meer kracht. Nu, interessant is dat een beetje verder op de tekst, en misschien dat we straks nog zullen lezen, zal een analyse gemaakt worden van de wijsheid die Prediker naar voren geschoven heeft. U weet wel het boek Prediker in het Oude Testament, waar heel bekend dat zinnetje is, alles is ijdel. En je kan dit als een soort van contrast bekijken. De wijsheid die aan de basis ligt van de droom is een andere wijsheid als die van Prediker. Die wijsheid van Prediker is nihilistisch. Nu, het lijkt mij interessant om het boek Prediker eens te bekijken, om de heel eenvoudige reden dat je u de vraag kunt stellen of Nietzsche, sprak Zarathustra, daar wel gelijk in heeft om dat allemaal als nihilistisch te bekijken. U weet, Nietzsche kan op bepaalde momenten zeer hard uit een hoek komen en niets ontziend zijn en ongenuanceerd zijn. Hè? En nu is de vraag van, oké, goed, ik ga hier het stukje lezen dat we gaan terugvinden over het boek Prediker. Dat heeft te maken met de schenkbare deugd, met zelfzucht. Maar zelfzucht op een positieve manier. Een soort van eigen liefde, zou je kunnen noemen. En de zelfzucht als deugd, want je moet oppassen, want het is niet zelfzucht als kwaad, maar de zelfzucht als deugd, die veracht een aantal dingen. En daarvan zegt Zarathustra, de zelfzucht veracht ook alle smartelijke wijsheid. Want voorwaar, er bestaat ook wijsheid die in het donker bloeit, een nachtschaduwwijsheid die altijd zucht, alles is ijdel. Maar je moet oppassen met die interpretatie van dat woord alles is ijdel. Hè. Oorspronkelijk in de tekst van Prediker wordt er gebruik gemaakt van het Hebreeuwse begrip hebel. En hebel, dat betekent vluchtig. En je kunt de vraag stellen of de historische Nietzsche dat niet zou kunnen beamen, dat de dingen vluchtig zijn. Hè. Dat ze daarom geen zin hebben, dat is een heel andere kwestie. Maar het is duidelijk dat dingen niet eindeloos blijven duren. Dingen zijn vluchtig. Rijkdom die je opbouwt, kan nihilistisch zijn. Als dat volledig je drijfveer is en dat als een blok beton op u ligt, die verwerving van die rijkdom. Als dat het allerbelangrijkste in het leven gaat zijn, dan wordt dat een nihilistisch, zeer drukkend, zwaar gegeven in je leven. Maar het verwerven van rijkdom aan zich, in de zin van een huis waar je in kunt wonen enzovoort,
Op zich is dat niet erg. Hè? Het wordt maar een bepaalde vorm van schaduwwijsheid op het ogenblik dat het ja, volledig nihilistisch blijkt te worden. Maar dat is een beetje een moeilijke zaak, hè? Omdat de kritiek die altijd gegeven wordt, die altijd terecht is. Ja? Goed, we lezen een stukje terug verder van de opening van de tekst. Hoe zeker aanschouwde mijn droom deze eindige wereld, want dat is wel belangrijk, met die Bijbelse wijsheid wordt oneindigheid gekoppeld. En inderdaad, dat is een van de dingen die Nietzsche of Zarathustra heel belangrijk vindt, is dat we durven de eindigheid van de dingen onder ogen zien, inclusief uw eigen eindigheid. Denk aan het feit dat Zarathustra op de landtong staat en dat de zee, symbool van de dood, daar heel sterk op inbeukt. Dus misschien is het ontkennen van de dood is nihilistisch. En nu krijgen we die drie vergelijkingen van die wereld. En ik laat eventjes kijken. Dus als een volle appel zich aanbood aan mijn hand, een rijpe gouden appel met een koel, zacht fluwelen schil, zo bood de wereld zich aan mij. Eerste punt. Tweede punt. Alsof een boom mij wenkte, een boom met brede takken, een sterke wil, gekromd tot leuning en tot zelfs tot voetenplank van de vermoeide wandelaar, zo stond de wereld op mijn voorgebergte. Alsof graciele handen mij een schrijn kwamen brengen, een schrijn die open was voor de verrukking van schaamtevolle, vererende ogen, zo bood de wereld zich vandaag aan mij aan. Ik heb u er straks gezegd dat het misschien een foute opvatting is, of de foute manier is liever, om al die visioenen kapot te praten. Maar ik wil toch wel even wijzen op het feit dat de wereld iets is dat zich voorbij goed en kwaad bevindt. Want de wereld is een voetenplank voor de vermoeide wandelaar. Tegelijkertijd biedt die wereld verrukking van schaamtevolle, vererende ogen. Dus met andere woorden, er is plaats voor alles in die wereld. Het gaat voorbij goed en kwaad. Niet raadsel genoeg om mensenliefde weg te jagen, niet oplossing genoeg om mensenwijsheid te doen inslapen. Een menselijk goed ding was ze vandaag voor mij, de wereld van waarvan zoveel kwaad wordt gesproken. Wat ben ik mijn ochtenddroom dankbaar dat ik vandaag zo vroeg in de morgen de wereld woog. Als een menselijk goed ding kwam hij tot mij, die droom en hartenrooster. En om hem nu overdag met gelijke munt terug te betalen en mijn beste kanten van hem te leren en zijn beste kanten van hem te leren en over te nemen, wil ik thans drie grootste kwaden op de weegschaal leggen en menselijk goed wegen. Dus de wereld is voorbij goed en kwaad, maar nu gaan we die drie kwaden analyseren. Wie mensen heeft leren zegenen, die heeft hem ook leren vloeken. Want wat zijn in de wereld de drie meest vervloekte dingen? Die wil ik op de weegschaal leggen. Wellust, heerszucht en zelfzucht. Deze drie zijn tot nu toe het meest vervloekt en het erg belasterd en verbasterd. Deze drie wil ik menselijk goed wegen. Dus met andere woorden, er liggen misschien wel positieve drijfveren aan, maar die positieve drijfveren zijn volledig verbasterd in wellust, heerszucht en zelfzucht. Welaan, hier is mijn voorgebergte en daar is de zee. Die komt nu op me afrollen, ruig, vlijend, het oude, trouwe, honderdkoppige hondenmonster dat ik lief heb. Welaan, hier wil ik wegen boven een rollende zee. En ook een getuige kies ik om erop toe te zien, jouw kluizenaarsboom, jouw gesterk geurende, breedgewelfde boom, die ik lief heb. Over welke brug gaat het nu naar het later? Dat zijn die drie vragen die de kern, de switch vormen naar de analyse. Hè? Onder welke dwang worstelt het hoge zich naar het lage en wat beveelt het hoogste om nog verder omhoog te groeien? Nu schommelt de weegschaal niet meer en ze staat stil. Drie zware vragen heb ik op de ene schaal gelegd, op de andere liggen drie zware antwoorden. Met andere woorden, als zij die drie kwalen gaat analyseren, dan stopt de dynamiek, dan wordt alles zwaar. Denk aan de volgende tekst waar de geest van de zwaarte zal optreden en krijg je een bijna nihilistisch gegeven. Ja?
Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn. Ik ga misschien kort een paar dingen vertellen. Als het gaat over de wellust, zal hij op een bepaald moment zeggen dat de wellust iets een vijandschap biedt aan de lichaamsverachters. Het is iets heel typisch voor de lichaamsverachters, dat ze daar niet mee kunnen omgaan met die wellust. Hè. Het is iets dat langzaam vuur is, dat zullen we lezen. Maar, en dat is misschien interessant om bij stil te staan, voor sommige mensen kan de wellust wel iets positiefs zijn. En voor anderen dan weer niet. Hè. Ik ga u samen even een stukje lezen. Hè. Dus ik sla een paar dingen over, maar er staat bijvoorbeeld wellust voor het gepeupel, het langzame vuur waarop het wordt verbrand. Voor vrije harten, onschuldig en vrij. Het tuingeluk van de aarde. Voor de slappeling, een zoetig gif. Ik heb erop gewezen dat er ook wat autobiografische elementen zijn. Ik lees nu een stukje voor. Wellust, het grote gelijkenisgeluk voor hoger geluk en voor de hoogste hoop. Aan veel is namelijk huwelijk beloofd en meer dan huwelijk. Aan veel dat elkaar vreemder is dan man en vrouw. En wie zou volkomen begrijpen hoe vreemd man en vrouw elkaar zijn? Herinner u dat Nietzsche tot 2 maal toe aan Lou Salomé gevraagd heeft om te huwen? Hè? De koppeling, het autobiografische, lijkt mij hier toch wel aanwezig te zijn. De analyse van de wellust, de heerszucht, daar zitten ook een aantal dingen bij die ik toch wel eens even wil lezen. Ik geef een voorbeeld van een visioen. Heerszucht, de aardbeving die alles wat vermolmd en vols is, breekt en openbreekt. De rollende, grommende, straffende openbreker van wit gepleisterde graven. Het flitsende vraagteken bij voorbarige antwoorden. Ik neem er nog een andere. Heerszucht, de geduchte lerares van de grote verachting. Die steden en rijken pal in het gezicht predikt, weg met u. Totdat zij uitschreven, weg met mij. Dus die heerszucht, die is een bepaald moment in staat om zelfs het grootste rijk ten gronde te brengen. In het laatste stukje gaat het effectief over de zelfzucht. Maar hier wordt een koppeling gelegd niet alleen met de zelfzucht, maar wordt er ook gesproken over een vorm van zelfzucht die ook een deugd kan zijn. Ik ga dat stukje eventjes lezen. Dat de eenzame hoogte niet eeuwig eenzaam en zelfgenoegzaam blijft, dat de berg omlaag komt en de hoogtewinden naar de dalen. O, wie zou voor dat verlangen de juiste doop en deugdnaam kunnen vinden? Schenkende deugd, zo noemde Zarathustra eens het onnoembare. En in die tijd geschiedde het ook, en voorwaar het geschiedde voor het eerst, dat zijn woord de zelfzucht zalig sprak. De gave, gezonde zelfzucht die opwelt uit een machtige ziel. Uit een machtige ziel, waartoe ook het hoge lichaam behoort, het schone, zegevierende, verkwikkende lichaam, waaromheen ieder ding een spiegel wordt. Het lenige, overhalende lichaam, de danser, van wie de zelflustige ziel het symbool en de samenvatting is. Die zelflust van lichaam en ziel noemt zichzelf deugd. Met andere woorden, is een transformatie mogelijk, een transfiguratie mogelijk, waarbij de zelfzucht tot deugd wordt gemaakt. Ik wil misschien toch wel even wijzen dat Nietzsche hier opnieuw gebruik maakt van het begrip gezond. Misschien dat u zich nog herinnert dat in de vorige tekst over de thuiskomst, daar zegt Zarathustra op het ogenblik dat hij aan de grot aangekomen is, zegt hij, door prikkerende lucht gekitteld als door schuimende wijn, niest mijn ziel, ze niest en juicht zich toe gezondheid. Ik heb in de vorige video gewezen op het belang van gezondheid in relatie met filosofie, iets dat voor Nietzsche echt cruciaal is. Ik heb gezegd dat die analyse van die drie grote kwaden niet eindigt in een soort van visioen van hel en verdoemenis. Integendeel, er is iets om naar uit te kijken. De droom leert dat er een grote middag zal zijn. En ik stel voor dat we dat stukje eens even lezen,
Want dat is een bijna apocalyptisch gegeven in deze tekst. Hè. Maar voor hen allen komt nu de dag, de verandering, het zwaard van het gericht, de grote middag. Dan zal er veel aan het licht komen. Je ziet, dat is iets apocalyptisch. Dus dat is een soort van eschatologische tijd, waarin dat er toch ja, een ubermensfiguur zal verschijnen, wat natuurlijk ook in het christendom terug te vinden is, hè, de komst van Christus als in de eschatologische tijd. Maar we kunnen even goed spreken over de komst van de Messias. Hè. Er wordt ook gesproken over het zwaard van het gericht. Jezus die zegt van, let op, ik kom u het zwaard brengen. Hè. Dus die dingen worden, die visioenen worden meer met elkaar vermengd. Hè. En de tekst eindigt, en wie, excuseer, en wie het ik heil wenst en heilig verklaart, en de zelfzucht zalig voorwaar, die zegt ook wat hij weet, als een wetende waarzegger. Zie, hij komt, hij is nabij de grote middag. Denk aan het laatste woord van de Bijbel, Maranatha, kom Heer, kom. Een soort van diep verlangen op de komst van die grote middag, de terugkomst van Christus, maar ook de komst van de ubermensch. Zie, hij komt, hij is nabij de grote middag. Zo sprak Zarathustra.